De osse handboogschutter Rick van der Ven heeft zondag met het Nederlands team net geen gouden medaille binnen weten te halen op het WK in Antalya. De finale wedstrijd tegen Amerika op het onderdeel recurve werd met 214-211 verloren. Naast Rick van der Ven bestond het Nederlands team uit chef van den Berg en Rick van den Oever. Halverwege de wedstrijd hadden de Nederlanders nog een kleine voorsprong. Maar de Amerikanen bleken uiteindelijk net iets te sterk. Het Nederlands team had donderdag verrassend afgerekend met topfavoriet Korea, maar kon het WK dus uiteindelijk niet met goud bekronen. In de individuele wedstrijd kwam Rick van der Ven niet verder dan de laatste 16.